Welkom op de Lennisdag en het is vandaag de warmste dag van het jaar. We zijn aan de vroege kant, het is nog niet zo druk, maar er gaat vast veranderingen komen. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Lekker aan het bier? Ja, als je bier gaat halen, gaat het altijd wel. En wat ga je nou vandaag doen? We doen mee het Tweede Boel toernooi. Ja. Heb je al gespeeld? Ja. Ja, de eerste hebben we al verloren. Dus verloren? Ja. 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 Misschien zijn nog een pils gepakt. Zijn wij niet gewend. Om te verliezen? Ja. Nou, leuk. Dus er komt dubbel zwaar aan. Ja? Ja. Janken? Nee, dat toch niet. Komt daar wat bijna. Nou, ik zou zeggen succes nog. Je nadeel is een voordeel, hè. Ja, nou, hij komt weer heel snel hier naartoe voor zijn biertje, dus. Ja. Nou, veel succes nog. Dankjewel. Niet lachen, concentreren. Heel goed. Yes. Hallo Piet, close-up Piet, kom nou eens kijken wat deze mevrouw gooit. De bedoeling is om zo dicht mogelijk bij het kleine balletje te gooien. En de vraag is, kan hij dichterbij? 1, 2, 2 punten voor hun. Kan hij dichterbij? Nee, kan niet dichterbij. Geweldig. Top. Helemaal goed zo. En u zorgt ervoor dat de kindjes een leuke dag hebben? Ja, zeker. Dat is wel de bedoeling. Ja, zeker. Hartstikke leuk. We hebben een supergoed georganiseerde leuke dag. En zeker voor de kinderen deze middag. En ze eten gezond, zie ik. Ja, de appeltjes. Hey. Dat is lekker. En wat heb je getekend? Gewoon de natuur. De natuur, nou. Piet, de natuur in Lennisheuvel ziet er zo uit. Dat is een mooie natuur. En is die af? Nee. Wat ga je er nog meer bij doen? Een zonnetje. Zeg je? Een zonnetje. Een zonnetje. Aha, die zal hier ergens komen, denk ik. En wat ga je daarvan maken? Nog geen idee? Nee. Warm. Warm. Ja, veel te doen. Het is pas 11:30. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat wordt nog wel warm. Dat wordt nog erger. Ja, maar ben je dan niet bang? Kijk, je hoopt op goed weer, maar dat het zo goed weer wordt, het wordt vandaag de warmste dag. Ja, dat is. En dan denk ik, shit, dan blijven ze misschien thuis. Ja, dat kan. Ja, ja. Dan gaan we meemaken of dat zo gaat zijn. Maar 10 keer liever dit als regen. Ja, toch? Ja, zeker, zeker. Ja, ja. De Lennisdag, vertel er eens iets over. We zijn het al 2 jaar kleinschalig aan het doen. Overdag, Jeu de Boel toernooi en wat springkussens. En dit is eigenlijk het eerste jaar dat we er een avond aan geplakt hebben. Omdat we eigenlijk in Lennisheuvel geen dorpsfeest hebben. En in Liemtis heb je dat. In Es heb je de bierpompfeesten. Dus we willen eigenlijk ook gewoon in Lennisheuvel iets proberen neer te zetten. Goed initiatief. Ja. Ja. We gaan hopen dat het ook zo ontvangen wordt. We gaan vanavond kijken hoe het valt bij mensen. Hoeveel mensen dat erop afkomen. Misschien heeft het ook wel tijd nodig om te groeien. Het is de eerste keer dat we het doen. Maar wij vinden het in ieder geval leuk om te doen en om te organiseren. En we zijn, ik denk dat ik dat best wel mag zeggen, best wel trots op wat we neer hebben gezet. Ja, dat mag best wel. Het ziet er hartstikke goed uit. Wat kunnen we vandaag allemaal verwachten? We zijn nu bezig met Jeu de Boel toernooi. Dat zit vol. We hebben een aantal fietsers die weg zijn. En wandelaars, die komen allemaal rond 1 uur terug. Dan zitten we op 85 mensen die hier doen lunchen. En dan hebben we nog de mensen die gewoon in en uitlopen. Vanmiddag is er een stormbaan toernooi voor vanaf 8 jaar. Ja. En dan komt er vanmiddag de Limits. Dat is een band vanuit de Angela School. Die komen vanmiddag optreden. Vanavond krijgen we een band, Acoustic Groove, zo spreek het uit, hè. Die komen vanavond optreden, samen met een DJ die de platen draait. En een silent disco hebben we op het einde van de avond. Dan kan de muziek misschien op de achtergrond iets rustiger. En als je dan wil dansen, kun je silent disco opzetten en kun je toch helemaal losgaan op de muziek. Met de koptelefoon? Met koptelefoon. Ik had een beetje raar zicht, maar. Ja, dat is ook. Ik heb het eigenlijk tot nu toe 2 keer gedaan. En de eerste keer dacht ik, oh ja, ga ik echt niet doen, want ik vind helemaal niks. En als je hem dan opzet, dan blijkt het toch eigenlijk wel heel leuk. En helemaal gaan we vanuit naar een paar biertjes op. Aha. Ja. Succes dan. Dankjewel.